Beste kijkers en volgers van PSA Info. Op maandag 8 augustus 2022 hebben wij een extra uitzending van PSA Info bij Matapi TV gehad. Het onderwerp was de niet verbindend verklaring van de kiesregeling van Suriname door het Surinaamse Constitutioneel Hof op vrijdag 5 augustus 2022. Wij hadden vanuit Suriname online te gast meester Dr. Jennifer van Dijk Zilos, ex-voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau OKB, Dr. Anders Deo Charman, huidig ondervoorzitter van de Nationale Assemblée DNA, Dr. Anders Jennifer Geerlings-Simons, ex-DNA-lid en ex-DNA-voorzitter, twee volle en eengesloten termijnen, en vooral meester Serena Munslag-Esset, die de uitspraak van het Constitutioneel Hof heeft aangevraagd over deze kwestie. En in de studio te Rotterdam aan tafel professor Tjan Tjuni en Dennis Lapaar. Door een technische storing als gevolg van overbelasting van de server is er geen YouTube-opname link aangemaakt voor deze uitzending van PSA Info maandag 8 augustus 2022. Eerder ging Matapi TV ervan uit dat alle bij u doorgekomen technische storingen bij haar lag, maar de gebreken tijdens de uitzending bleken vanuit de server die overbelast bleek. U was massaal afgestemd voor dit belangrijk en leerzaam debat tussen betrokken Surinamers in Suriname en Surinamers in diaspora in Nederland. Het debat is zeer vruchtdragend ervaren en vraagt voor herhaling. Jammer dat niet alles bij u is doorgekomen. Mede namens de directie van Matapi TV bieden de redactie en de presentatoren van PSA Info u de excuses aan voor het ongemak. Namens allen Dennis Eduard Belfort, eindredacteur, presentator PSA Info.